Hoi, ik ben Brit en dit is Chemische Product Innovatie. Tijdens de opleiding heb je theorievakken en ook praktijkvakken en nog een algemeen project waar je mee bezig houdt. Je zou kunnen zeggen dat ja, wij chemici en ook de studenten die daarvoor opleiden, ja, een soort tovenaars zijn. We weten wat de bestaande stoffen en moleculen, wat die allemaal kunnen. En we hebben ook de tools in handen om dat ook te veranderen, om ze aan te passen. Maar dat kunnen we niet alleen, daar hebben we ook anderen voor nodig, want we hebben de wilste ideeën. En dat zit ook vooral in de opleiding, het samenwerken met andere disciplines, het samenwerken met andere disciplines binnen de chemie. Iedereen werkt aan hetzelfde project, alleen bekijkt verschillende aspecten en je leert gewoon van elkaar. Binnen deze major hou je je bezig met drie vakgebieden, analytische chemie, organische chemie en polymeerchemie. We zijn bezig om hier polymeren te maken en die kunnen we uiteindelijk in deze vorm gieten. We zijn hier een infraroodanalyse aan het doen en deze zijn we ook gelijk aan het bekijken. Ja, zie je deze? We zijn hier bezig met de kleurstoffen vanuit kurkuma rood en blauw te maken. We maken hier ook hele alledaagse dingen zoals festivalmintjes. Iedereen heeft die wel eens een keer gebruikt natuurlijk, maar dit zijn duurzame festivalmintjes. En deze hebben we ook gekleurd met de kleurstof die we net hebben gemaakt. Per periode heb je allemaal andere vakken, dus het verschilt wel een beetje hoeveel je op het lab staat. Maar over het algemeen heb je 60% van de tijd theorielessen en 40% van de tijd wel praktijklessen. Ik heb voor Avance gekozen omdat ik het concept dat je met meerdere opleidingen aan een project samenwerkt heel erg leuk vond. En gewoon de sfeer op school, super gezellig natuurlijk. En de docenten allemaal super betrokken en aardig. Je moet uitgedaagd willen worden, je moet niet snel genoegen nemen met een uitkomst. Je moet verder willen denken. Productinnovatie, het kan altijd beter. Houd nooit op. CPI is iets voor jou als je geïnteresseerd bent in scheikunde, wiskunde en gewoon heel graag op het lab wil werken later.